Ik kom naar de CZ. Ja, dus de inspectie hiervan? Die inspectie heb ik uiteraard ook op een gegeven moment op de hoogte gebracht. Het gaat om de kwaliteit en dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of het een man of een vrouw is. De andere kant van het verhaal is dat er gewoon in verhouding veel te weinig vrouwen zijn die het ambt uitoefenen. Als ik hier in West-Brabant kijk, nu heb ik toevallig net een vrouwelijke collega gekregen in Etten-Leur. Dus we zijn nu met 3. Maar ja, Helmi Huibrechts heeft aangekondigd dat ze stopt volgend jaar, dus dan zijn we weer met z'n tweeën. Morgen. Oké, ja. Zal ik dat gelijk even doen? Of zal ik ze zo bij je brengen? Want ik ga zo weg, hè? Ja, nou breng ze allemaal bij me. En is Jacques er al? Die is er al wel. Ja? Het gaat er mij even om hoe laat gaan wij weg naar de markt. En van mij wordt er dus een praatje verwacht en ik moet overigens ook mijn ketting nog even pakken. Ja, ik ga straks naar Tender en dat is een instelling voor kinderen en dan moet ik iets doen met de kinderen. Dus ik denk dat die het ook wel leuk vinden als de burgemeester met ketting ook komt. Even zien hoor. Goede kant voor. Ja? Even in de spiegel kijken. Oké. Okay. Volgens mij moest hij ons aankondigen. Ja. Eigenlijk moet u voor ons lopen, hè? Nou, we gaan vooruit jou maar aan. Ja. Ik ben al op 1594. Ja, dat... Dus ik loop niet zo makkelijk meer. Op 1594. Oh. Echte Zeeuwse babbelaar dan. Echte Zeeuwse babbelaar. Aandacht, aandacht. Boeren, burgers en buitenlui. Hoort, hoort en zegt het voort. 50 jaar weekmarkt, dat is niet niks. En we hopen dat het nog vele jaren voort kan gaan. Ja, daar komt ie hoor. Ja, misschien zijn mannen toch meer gericht op hun carrière. En zijn vrouwen veel meer bezig met de inhoud. En die ervaring heb ik in feite zelf ook gehad. Want nu denk ik wel eens achteraf, ik had veel eerder die stap moeten zetten. Als ik naar mijn carrièrepatroon kijk. Want ik ben nu op een leeftijd dat ik mezelf af moet vragen of ik nog een volgende stap kan maken. Ik denk het wel, omdat de leeftijdsgrens nu op 70 ligt. En dat is iets wat ik bij mannen aantref. Die kijken toch meer naar van, ja, hoe kan ik dan nog verder mijn carrière invullen? Terwijl ik gewoon spontaan die stap heb gezet op een gegeven moment. Marco Bakker keuken. Kijk, dit is een klein stukje, dat mag wel, hè? Natuurlijk. Kijk die maar. Nou, ik zie dat er al een heleboel klaar staat. Een heleboel klaar, we hebben de vlaatjes opgehangen. Leuk. Ja, en ik dacht ik doe de ambtsketen maar om, dat is ook wel leuk voor de kinderen. Wat er gaat gebeuren? Ja? U wordt na 1 keer 75 jaar. Een bijzonder welkom aan mevrouw Poppen, de burgemeester van Zundert. Dat kunnen jullie allemaal zien omdat de mevrouw een ketting om heeft. Dat hoort zo als ze... De stad uitgaat, of de gemeente in, moet ik zeggen. 3, 2, 1. Ja! Oh, u bent al aan het puzzelen. Nee, die nog niet. Hey, maar wat... Wat moet er nog bij? Krabben. Oh, de letter B. Ja. De letter B.
de eng. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Het lastige is om toch door dat plafond heen te breken, als ik het zo mag zeggen. Maar als je naar de minister van Binnenlandse Zaken kijkt, ja, die probeert, kijk maar naar de laatste benoeming op haar ministerie. Er is nu een vrouw SG en ze heeft ook een vrouwelijke DG benoemd. Zij doet dat dan om een voorbeeld te stellen, tenminste zo zie ik dat dan. Maar ik vind dat ook altijd, ik ben daar een beetje dubbel in, moet ik u heel eerlijk zeggen hoor. Want ik vind eigenlijk dat het gewoon zo moet zijn dat het ook een natuurlijke ontwikkeling is. Het is toch een lintje. Maar heb u vragen om het lintje door te Toch is het burgemeesterschap meer dan alleen lintjes hoor, kan ik u vertellen. Dat vond ik echt wel. Nou, waar zal ik het eens doen? Nou, hier maar hè. En hiermee is de tentoonstelling geopend. Nogmaals, gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, het is leuk om volgend jaar met het college een keer langs te komen. Ja, dan, dat doen we zeker. Het is echt leuk hoor, om even te zien. We gaan naar kantoor, hè? Dat is dus wat je bij vrouwen vaak ziet. En dat, wat je ook in ontwikkeling van carrièrepatronen bij de generatie, ik zal maar zeggen mijn dochters,